paar jaar geleden heb ik je grote broer nog beklommen. Een van de meer bizarre dingen die ik heb verzameld. Een Spaanse dubloen gevonden in een Duitse duikboot, midden in een jungle. Onvoorstelbaar. Sir Francis Drake vangt een kogel voor Sully. Kijk ons nou. Shambhala. Mis je vriend? Ze gingen echt over lijken voor dit spul. Sir Francis met zijn ingewikkelde puzzels. Bedankt, Sint Dismas. Het was echt gekke werk. Een ander leven, Chloe. Smaak is wel veranderd. Komen ze. Zoek dekking. Ik ben omsingeld. In de roos.
pakken. Oké. En deze. Ik ben er weer. Eet plastic. Ik heb je. Ja, kom maar op. Als een prof. De mazzel. Dat zal je leren. Tot ziens. Hey, eten. Kom je naar beneden? Ja. Ja, ik kom eraan. Haha, ik kan het nog steeds. Ja, het speelkwartier is voorbij. Veel te lang geleden. Was je lang boven? Ja, ik moest even wat opzoeken. Oh, noemen we dat zo tegenwoordig? Nee, echt. Hey, zou jij het eten willen pakken? Dan maak ik dit even af. Oh, ja, tuurlijk. Dank je. Klaar. Oké. Okay. Oh. Heb je dat? Ja. Weet je, het is vast te lang en vol typfouten, maar daar heb je redacteurs voor, toch? Ach, ik heb honger. Ziet er goed uit. Dus, wat nog? Wat? Geen idee wat je zei. Oh, sorry. Het spijt me. Hoe was je dag? Oh, die was helemaal oké. Okay. Mm-hmm. Typische dag in het paradijs. Mm. Ik heb wat vuilnis uit een rivier getrokken. Mm. Ja.
kon je in ieder geval wel lekker zwemmen. En heb je nog wat boeiends gevonden? Oh, wat leuk spul. Het was een auto uit de vroege 21ste eeuw. Heel tof. Blijkbaar noemen de locals het een vrachtwagen. Oh mijn god. Dat soort spul. Dus best wel saai. Vertel eens over het artikel. Nou, het begon als een braaf stukje over toerisme in Bangkok. Maar ik denk niet dat ze echt blij zijn met mijn invalshoek. Want iedereen begon meteen over hoe heftig die smog was. Het voelde als een klap op je longen, zeg maar, zodra hij uit het vliegtuig kwam. Dus ik gooide alles om en het werd een betoog over een stad waar je de bergen vanaf de straat kon zien. En hoe die stad werd verwoest. Ah! Wat? Waar zit je? Ik zit hier en word gestoken met een vork. Oh ja? Wat? Vertel verder. Het was interessant. Oh. Ja. Interessant. Waar gaat mijn artikel over? Wat? Deze? Mhm. Bangkok. Die nu niet doorgaan vanwege de smog en ze kunnen niet landen. Wauw. Oké, het spijt me. Dat was moedig. Maar ik zat wel in de buurt, toch? In een hele foute buurt, maar ja, je zat in de buurt. Jameson is weer over Maleisië begonnen, hè? Jameson heeft het altijd over Maleisië, lief. Luister, Nate, ik denk echt dat je die klus moet doen. Weet je, ik wil het niet. Vergeet het. Ik bedoel, hij heeft geen vergunning. En we zouden dit soort klussen toch niet meer aannemen? Okay, het is het niet waard. Het klinkt toch niet zo gevaarlijk? Of wel, is het alleen de vergunning? Echt niet. Regel dan wat met Sullivan. Hoe lang heb je hem al niet gezien? 2 jaar? Kunnen we er nu over ophouden? Okay, ik wil alleen niet dat je het niet aanneemt voor mij. Ik neem het niet aan voor mezelf, okay? Je bedoelt het echt goed, maar ik... Nou, dan begin ik maar alvast aan de afwas. Wacht, dat doe ik wel. Nee, je hebt wacht het gisteren al nee, jij kookt, ik ruim af. Geen probleem. Ik bedoel, kan ik in elk geval iets doen om je te bedanken of zo. Laten we erom spelen. Je wilt erom spelen? Ja, met dat tv-spelletje van je. Ik maak je vast helemaal in. Je denkt dat je mij inmaakt met dat tv-spelletje van mij? Ja, en zo te horen ben je bang. Je weet niet eens hoe het heet. Ik hoef niet te weten hoe het heet. Ik heb je zien spelen. Okay. Je springen en rennen. En daar ben ik toevallig nogal goed in. Dus wat zeg je ervan, scheiterd? Ben je bang? Oh, wauw. Okay, cowboy. Okay, kijk en leer. Ja, ik let wel goed op, hoor. Is dit het? Nee, hij moet nog laden. Laden? Ja. Maar waarom duurt dit zo lang? Jij hebt echt geen geduld. Als je iets aanzet, dan verwacht je toch ook... Okay, daar gaan we. Is er een probleem? Nee, alleen... Ik moet even... Hoe start je ook alweer? Je moet op start drukken. Wist ik. Okay. Ik snap het. Okay, je moet dus naar de camera rennen. Naar de camera rennen, duidelijk. En de cirkeltoets is je draaiaanval. Draaiaanval! Ja, en die X om te springen. Okay. Je moet over alle kuilen en obstakels springen. Dat is toch helemaal mijn ding? Okay, ren weg bij die zwerfkei. Waarom zit die zwerfkei achter me aan? Ren nou maar gewoon weg. Ik heb die zwerfkei toch niks gedaan? Gebruik je draaiaanval. Hoi. Toch? Wat is dat ding? Een vos? Nou, wat? Lijkt op een vos. Het is net een vos met een spijker. Sla die kisten stuk. Waarom slaat een vos kisten stuk? Buidelrat. En het is gewoon wat hij doet. Een vos en niet heel realistisch. Okay, pak het fruit. Waar is dat fruit voor? 100 stukken fruit krijg je een extra leven. 100? Wie heeft tijd om 100 stukken fruit te plukken?
lijkt helemaal niet op een buidelrat. Heb je ooit een buidelrat gezien dan? Nee, maar als het goed is, draagt die geen sneakers. Nou, die graphics zijn best mooi. Niet dat? Oké, gelukt. Goed gedaan. Waarom steelt hij al het fruit? Vossen eten geen fruit. Hij steelt niks. Hij verzamelt. Dat is niet van hem. Ik kan niet stelen. Nou ja, jij kan het weten. Zullen we het zijn? Niks. Je neemt me gewoon in de zeik. Concentreer je dan maar. Nu al dood? Je deed het zelf. Oh. Dat meen je toch niet? Maar ik was er verdomme bijna. Dan probeer het toch nog eens. Kom, weddenschapje. Mijn auto kan wel eens een wasbeurt gebruiken. Oké, ga maar nou echt zitten uitlachen. Ja, je kunt hem ook op makkelijk zetten. Kun je instellen? Is echt veel makkelijker op makkelijk. Doe maar. Wat ga je doen? Ik waarschuw wat je. Wat ga je eraan doen? Ik waarschuw je. Nou, vertel. Wat ga je doen? Het. Wat dan? Ik wat meen ga je het. Doen? Nou. Wat dacht je hiervan? Hè? Hé, hey, ben je gelukkig? Ja, absoluut. Jij? Serieus? Kom hier. We zijn gesloten. Gesloten! Kom op, man. Oké, ik kom al. Eikel. Ja, kan ik je helpen? Ja, ik zoek mijn kleine broertje. Zo groot als jij. Beetje dunner. Oh, wel een minder grijze kop. Sam? Goed je weer te zien, Nathan. Oh mijn god, Sam. Oké, rustig aan. Hoe? Ik dacht dat... Je werd neergeschoten. Ja, dat klopt. Kijk, daar. Jezus. Nou, de dokters, die... Dokters. Ze lapten me op en... gooiden me meteen weer in de cel. Ja, maar ik heb mensen gebeld. Ik heb overal naar je gezocht. Alles wat ik hoorde, alles wat ik vond, alles wees erop dat je dood was. Nathan, we hebben een bewaker gedood. Oké, ze wilde me de rest van mijn leven in die cel laten rotten en dat was ook bijna gebeurd. Jezus, Sam, ik... Man, als ik het geweten had, ik zweer je, dan zou ik achter je aan zijn. Je zou zijn teruggekomen. Ik weet het, Nathan, ik weet het. Belangrijker is, ik ben er nu uit. Hey. Blijf je erbij? Ja. Even frisse lucht. Je gaat toch niet opeens flauw vallen of zo, hè? Het zou kunnen. Je overvalt me gewoon, weet je. Hoe ben je ontsnapt? Wanneer was dat? En hoe ben je hier eigenlijk terechtgekomen? Oké. Rustig aan, oké? Ga even zitten. Hoe gaat het met jou? Met mij? Ja. Wat wil je horen? Ik heb wat oude contacten gebeld. En die kwamen met vreemde verhalen. Jezus, wat voor verhalen dan? Neergeschoten. Je hing uit een ontspoorde trein in de Himalaya. Ja, dat... Dat is echt gebeurd. Kom op, man. Wat heb ik gemist? Jezus, waar moet ik beginnen? Nou, begin maar met het beste. Oké, een paar jaar geleden was ik betrokken bij
een inbraak in een Turks museum om een olielamp te stelen, oké? Olielamp? Het was een artefact uit Marco Polo's verloren zilvervloot. Kublai Khan's schat? Ja. Ja, en nou blijkt dat er nog veel meer in die schepen zat dan alleen maar schatten. Ja, wat kan ik zeggen? Weer een verloren stad vernield. En we hebben het overleefd. Amper. Ongelooflijk. Ja. Ja, dat was het. Ik wou dat je erbij was. Nee, het is letterlijk ongelooflijk. Je vertelt me dat je struikelt over alweer zo'n archeologische goudmijn. En opnieuw lukt het je om terug te komen met niets. Ja, nou, niks meer aan te doen, helaas. Maar weet je, ik heb wel wat dingetjes overgehouden. Ik heb mijn auto afbetaald, het huis, de verlovingsring. Verlovingsring, ik ben getrouwd. Wat stom van me, Elena van der Verhalen, dat is mijn vrouw. Je moet haar ontmoeten. Vanavond eten, bij mij thuis. Je komt eten en dan kan ik alles vertellen. Shit, ik moet er alles vertellen. Mitten, ik zit zwaar in de problemen. Wat? Hoe bedoel je, wat voor problemen? Zegt de naam Hector Alcazar iets? Ja, dat is die drugsbaron. Mm-hmm. Slager van Panama, toch? Hoezo? Dat is een raar verhaal, maar... Het afgelopen jaar deelde ik een cel met hem. En ik zal je vertellen hoe ik ben ontsnapt. Wat, lees je niet vanavond? Samuel, kom hier. Luister. De bewakers. Ze zingen. Ja, nou, waarschijnlijk dronken. Misschien. Ze zijn tevreden. Hoe kunnen ze tevreden zijn met hun leventjes? Hun miserige baantjes. Nou... Misschien hebben ze een fijn gezin thuis. En wat hebben wij? Hm? Niet flauw bedoeld. Wij hebben ambitie. Oh. En als we hier weg zijn, zullen we meer bereiken dan deze idioten zich kunnen voorstellen. Ja, nou, blijf vooral lekker optimistisch. Wat ga jij doen als we hier weg zijn, Samuel? Ja, als ik hier wegkom... Jij hebt vast wel een vermoeden. Jawel. Maar ik wil dat je het nog eens zegt. Ik zal de grootste piratenschat aller tijden vinden. Maar dat heb je ondertussen al vaak genoeg gehoord, lijkt me. Oh, nee. De legende van Henry Avery en zijn 400 miljoen in juwelen naar goud is... inmiddels een slaapliedje voor mij geworden. Denk je echt dat je hem kunt vinden? Als ik de kans zou krijgen? Absoluut. Ambitie. Wat zei Avery ook alweer? Ik ben een man van fortuin en daarom zoek ik mijn fortuin. Een man naar mijn hart. Wat is dit dan? Dit is de kans van je leven. Señor Alcázar, un gusto verlo. Met aquí. Wow. ¿Qué hacemos con él? Samuel. Klaar om op zoek te gaan naar je fortuin? Ja. Vámonos.